Live gaan. Even wachten tot we live zijn. Je bent live. Nou, dat is helemaal mooi. Plop, hij springt aan. Hallo allemaal. Oh, ik kan die trouwens nog even eruit halen. Want die hoef je zo meteen pas te zien. Even die netjes. Zo, even een laatste ding. Hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Graag hoor ik even of het geluid goed is. Zeg even hi in de chat als jullie willen, als alles klopt. En als dat klopt, dan gaan we lekker aan de gang. Het drankje voor vandaag, Dr. Pepper. Ik zie dat het hondje ouder is dan wat ik ben. En voor degene die zegt, je bent al lang niet jarig. Nou, dat is sneller dan dat je denkt. Oeh, dan ben ik wel benieuwd wanneer dan. 5 mei, nog 4 nachtjes slapen. Oh, dat is niet zo lang meer. Nee, dat is zeker niet zo lang meer. En hoe oud word je? Ga je dat zeggen? Of... Nou, je kan het uitrekenen. 100 jaar ouder dan Dr. Pepper is. Ja, 100 jaar ouder dan Dr. Pepper is. Hoi, werkt prima. Suikers zijn wel heel slecht. Ja. Ik kan u een opmerking maken, die ga ik niet maken. Er is wel meer slecht, als je dood gaat, wil ik ervan genieten ook zo, die kant op. Adriaan, kijk. Oké. Okay. Hey. Hey, wat zien we dan, jongens? Adriaan is jarig. Met z'n allen gaan staan. 3, 2, 1. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Adriaan, hoera! Van harte gefeliciteerd en nog heel veel jaren toegewenst. Als dit je dag niet goed maakt, dan weet ik het ook niet. Stop, dus, leuk, ja. Dus dat Adriaan. Wie is er meer in het chat? Zeg even hi. Terwijl jullie dat gaan doen, ga ik ondertussen even de introductie voor vandaag doen. Nou, we hebben weer Tragica's model. Ik ga zeggen, we gaan spannende dingen doen vandaag. Tenminste, dingen die ik spannend vind. We gaan het namelijk hebben over poseren met je model. En ik moet zeggen, ik ben daar niet de grootste held in. Al zeg ik het zelf. Dus dat is 1. En ten tweede, de tweede helft ga ik ook model staan. Dat is ook een beetje één van mij. Dus dat is even spannend, omdat namelijk wat voor voordeel of is wat verschillen we laten zien tussen mannelijke poses en vrouwelijke poses. En aangezien we toch een beetje moeten denken aan de ruimte en dat soort dingen, dan gaan we toch maar even doen met z'n tweeën. En aangezien draag ik ook bezig is met fotograferen, had ik iets van, ik ga jou straks verrassen. Jij mag ook gaan fotograferen. Even heel stel voor degene die graag willen weten wat voor licht gebruiken. Nou, we gaan het heel simpel houden. Ik heb hier nu mijn Profoto D2 staan. B10 kan ook flitsen als je maar een lekker flitser hebt. En ik heb de Deep White Umbrella L erop zitten met de volgende diffuser. En van de rest, dat is gewoon de lichtopstelling. We hebben volgens mij nu 3 afleveringen gemaakt over belichting. Oh. Pas op. Pardon. Dus mocht je meer willen weten over belichting, ga die. Dus we gaan niet te veel over in op de technische kant. Mocht je vragen hebben, mag je zo droppen, kan ik misschien later op terugkomen. Maar dat is dus waar we niet te veel over gaan, vooral hebben over poseren. Ik zie ondertussen een aantal berichten binnenkomen en mijn ogen zijn niet zo heel goed op grote afstand. Hoi Ferry hier. Frits, hoi Frits. Goedemiddag Peter, leuk dat je kijkt. Adriaan, hartelijk dankjewel. Top. Yes. Leuk. Dus dat... is doen. Van de rest staat huisartsregels. Als je vragen hebt terwijl we bezig zijn, gooi het lekker in de chat. Dan kunnen we het doen. Het is namelijk live. Het is interactief, dus je kan lekker vragen stellen. Mocht je achteraf vragen hebben, kan je het ook altijd stellen bij het bericht onderin. Mocht je het later terugkijken, drop ze onderin. Dan kan ik ze altijd nog even op terugkomen. Verder, ben je nog geen lid van mijn kanaal, druk dan even op de abonneerknop hier onderin. En mocht je nou het kunnen bij sport en een leuk... kanaal vinden, leuke video's vinden, vergeet vooral niet het duimpje omhoog hier beneden te geven. Dan denk ik dat het nu toch best wel tijd is om langzaam naar het hoofdonderwerp van vandaag te gaan. Poseren. Het poseren van je model. En waar begint nou het poseren van je model? Ik ben geen grote held in poseren, poserend, overgeposeerde van... Weet je, dan moet je die vinger daarin en dan die daar overheen kruisen en dat. Je hebt echt van die mensen die gaan helemaal micromanagen op je poseren. Ik probeer meestal iets meer grove aanwijzingen te geven. Maar het belangrijkste punt eigenlijk al met poseren... begint eigenlijk al op het moment dat jouw model de deur binnenkomt. Zou ik even binnenlopen? Nou ja, dat kan, maar... Hoi, hoi. En dan begint normaal gesproken handgeven. Normaal gesproken ook, je hoeft maar 2 keer per sessie je model aan te raken. Dat is bij de hi en doei.
En nu doe ik gewoon fist bump of elbow bump. Boom. Coronaproof. Of doe ik het voetje. Zo kunnen we elkaar tegenwoordig helemaal gedag zeggen. Coronaproof. En bij de meeste mensen is het zo. En moest ik eerst zeggen, vooral vrouwen hebben dit. Ja. Die komen eigenlijk al binnen. En dan moet je eigenlijk je oren openzetten. Waarom de meeste modellen komen altijd al klagen binnen. Ja, want bij de vorige fotograaf dat ik was dat niet goed, dat niet goed. En ik heb zonder, en wil je daar blablabla op. En ik geef een hele waslijst. Afhankelijk van hoe tevreden de vrouw met haar eigen lichaam is. En als je daarop let, dan ben je al een hele goede fotograaf. Dus op dat moment begint al het poseren, vind ik. Het is, poseren is vooral communiceren. En wat ik ook heel belangrijk vind, en zie ik vaak met workshops, heel vaak zijn dat de mensen nog bezig met vooral techniek in hun hoofd, namelijk de beginnende fotografen. En uiteindelijk is het de kunst om dat los te laten. Je bent eigenlijk, als je hier staat, dat technisch gedeelte moet eigenlijk gaan, tenzij er iets misgaat of wat niet klopt, en dan moet je dat oplossen. Maar in principe moet je daar niet meer over na moeten denken. Je moet eigenlijk gewoon volledig op je model kunnen focussen. En als je vooral met de techniek bezig bent, dan ben je niet een beetje model bezig. Dus let erop. Betreft aanraken van model. Ja, zelf meestal de regel van raak je model twee keer aan. Dat is dat bij high en doei. En van de rest kan je model perfect aansturen op afstand. Ligt een haartje niet goed? Vraag gewoon of het model dat zelf kan. De meeste modellen spreken meestal dezelfde taal als die jij ook spreekt. Dus ik kan heel makkelijk zeggen van, goh, zou je even dat haartje wat daar zit even zo flop weg willen doen? Snappen ze meestal. Klaar. Je hoeft niet gelijk. Oh nee, kom even. Hey. Dit dus? Random aanraken. Nee. Dat is gelijk niet, jong. Ik dus, daarop, want je krijgt het niet terug. Dus dat hoeft helemaal niet. Hoef je ook niet aan je model te vragen. God, mag ik je aanvragen? Wat dan ook gewoon. Met name de eerste paar keer dat je model. Ik heb modellen. Dat is tegenwoordig zo. Die komen hier vaker. Maar ze zeggen, dus, doe dat zelf maar even goed. Die krijgen je soms sneeuwig opmerken. Weet je, als je dat, dan heb je toestemming. Maar ga ook niet, want er zijn namelijk ook heel veel modellen die vragen. Dus dan vraag jij toestemming. Dan denk je van, ik ben heel netjes bezig. Maar die durft gewoon geen nee te zeggen. Als je heel goed naar het gezicht kijkt van het model, als ook maar iets van ongemak in zit, gewoon niet doen. Ook al zeggen ze ja, gewoon niet doen. Gewoon weet je het zeker, want anders doe ik het liever niet. Dan kan je beter zelf doen. Laat ze het dan gewoon lekker zelf doen. Ja, en als we weer in de mogelijkheid zijn om gewoon met complete teams te werken, dan heb je meestal ook een visist die dat doet, of gewoon een herbe. Dan heb je af en toe drie mensen omheen die de een doet de kleding goed en dat. Dan heb je al team. Weet je, dat laat die liever doen. En pas in last case scenario doe jij het. Als het echt, maar ook echt niet anders kan en je 100% consent hebt. Ja, eigenlijk het model consent het gewoon zelf erom vraagt. En van de rest blijf je gewoon met je vingertjes, of je nou een mannetje bent of een vrouwtje bent. Of je nou een mannetje fotografeert met een man dat de kruis krijgt, bop, maakt niet uit. Blijf er gewoon vanaf. Blijf er gewoon vanaf. Dat gezegd hebbende. Leukere dingen. Leukere dingen. Ja, nee, dit moeten we altijd even netjes doen, hè. De meest simpele manier om iemand te poseren, met name voor een headshot, als je heel korte tijd hebt. Nog een extra tip. De meeste mensen die binnenkomen met voor een portretfoto. Voor een hoop mensen is een portretfoto laten maken ongeveer net zoiets als naar de tandarts gaan. Niet leuk. Het moet, maar het is af en toe wel nodig. Dat mag je als je dat merk ook gewoon laten merken dat je dat merkt en dat je dat weet. Maak daar een beetje een feestje van. Het feestje maken is een van de meest belangrijke dingen die er is. En als je merkt dat iemand heel onzeker is, de meest makkelijke manier om iemand te poseren, en dat vertel ik bijna bij iedere workshop volgens mij, is het volgende. Heel simpel, en dan mag je een beetje feest net van maken. Ik ga nu even naar richting draagkaart praten. Hi, leuk dat je bent. Heb je vaak geposeerd? Een paar keer. Ja, je mocht vandaag mode zoutzak, hè? De meest makkelijke manier om te poseren is voor aangegeven. Even zorgen dat je gewoon een beetje lekker staat. Ja. En dan vervolgens, en ik weet het, dit ziet er in het echt heel erg raar uit. Oh jee. Maar op de foto werkt het. Je mag een beetje doen of je een heel groot broodje vast hebt. En daar lekker je ellebogen richting je middenriffing. Ja. En bij mij zie je gelijk wat gebeurt. Of ik nou dit doe. Of dit. En voor jullie thuis zal ik het ook even doen. Of je nou zo staat of zo staat. Je trekt gelijk je schouders naar achteren, borstbenen wat meer naar achteren. Je trekt dit gewoon alles lekker strak. En voor degene die van, ik heb voor Pieter Hurley het ook vaak zeggen, klopt, dit heb ik van Pieter Hurley geleerd. En van Sybil Reis en dat soort gasten. En dan de belangrijkste tip. Als je nou zo staat.
duw je hoofd een beetje naar voren. Krijg daar maar een mooie kaak van. Dus ik ook even naar jullie doe. Je hoeft niet helemaal hunchback te gaan. Dat zit er niet. Gewoon tikkeltje naar voren. En dan krijg je gewoon, en daar moet je eigenlijk bijna continu je model in blijven aansturen. Dat ze blijven doen. Even een voorbeeldfoto. Wat goed kan. Oh ja, wacht. Dit ging, wat iets heel leuks bedacht. Ja. Hey. Een kamertje nog beter kan zien wat het model doet. Oh, en dan moeten we dat om. Als het goed is, zien we nou die. Die en dan moet die, als het goed is, netjes. Oh, wacht, daar zit ook een spiegelbeeld. Vandaar dat het niet klopt. Sorry, ik dacht dat ik ben mijn schermpje kwijt. Maar nu kunnen we zien wat ik aan het fotograferen ben, aansturen en de foto die komt. Oké, dus als je nu lekker gaat staan. Aha, halleluja. En kin een beetje naar voren duwen. En dan maak ik gewoon een close-up portret waar je de rest ervan niet op ziet. Je zet een focuspuntje op het oog. Kin een klein beetje naar voren nog. Precies. En dan is het ook handig als je je trigger aanzet. En dan vraag ik me even af waarom hij opeens niet reageert. Nu doet het wel. Ik moet hem even goed op mijn ding drukken. Oké, druk maar naar voren. Boom. En dan heb je in principe qua portretfoto, als je hieronder in kijkt, al een mooie foto. Als je dan heel snel een kleine variatie wil brengen, kun je ook zeggen van, nou, draai je lichaam een beetje richting het licht. Ja. Doe weer gewoon je armen zo omwijd. Draai je hoofd een beetje voor, klein beetje draaien. En je mag die arm ietsjes laten zakken, want anders zie ik hem nog in het beeld. En nu zie je dat je in principe al een mooie basisportretfoto hebt. Bij de meeste mensen, als je dit doet, dan heb je heel snel het vertrouwen over. En zo handig als ik gewoon die even terugzet. Heb je heel veel mensen gewoon al het vertrouwen over de foto's die je aan het maken bent. En je kan zien, dit kan je iedereen heel snel leren. En hoef je niet heel erg moeilijk over te doen. En in principe heb je dan gewoon een goed headshot. Even kijken, nog vraag over dit puntje voor gewoon een headshot. Want dan gaan we zo meteen door naar iets uitgebreidere poses. Terwijl ik bij een partijen ga verslikken. Ik moet zeggen, het is gerust leuk dit. Maar ik krijg een verschrikkelijk droge mond van de hele tijd te praten. Ik zie voorlopig nog even niks binnenkomen. Oké, dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende. Dan kunnen we ook iets meer full body gaan schieten. En dan ga je heel snel zien dat mensen, als ze dan full body gaan, ik vind het een beetje spannend. Is niet echt charmant. Probeer dat gewoon bij zakken. Iets van schouders naar achteren. Zo staan. Dus, en zo kan het handig om gewoon het voortdoen aan je model van wat je wil. Ook het aansturen van het gezicht. Links, rechts werkt niet. Als je vaak gewoon daar doet van, nou, volg mijn hand. Snapt iedereen? Ik zeg gewoon volg mijn hand, kan je gewoon heel makkelijk op afstand. Oké, dus als je wil gaan staan, en nou mag je voor jou dit been iets naar voren punten. Precies dat. Dan als je dan je gewicht naar achter gooit, heeft dit op mijn kamer gezien. Dan ben je kont naar achter, maar ik ook zeg van doe je gewicht naar achteren. Dat werkt meestal. Sorry. Kon niet laten. Kon het niet laten. Was het niet, was er, hè? Goed, dat komt een beetje naar achteren. Laat je schouders een beetje naar achter hangen. En als je wil, mag je handen richting je zij zetten. Belangrijk, de meeste vrouwen gaan ze gelijk richting broekrand. Dus een beetje. Zo, waar was jij gisteravond, hè? Ik zie dat vingertje al helemaal zo gaan. Nee. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Als een cat. Nee. Doe in plaats van dit, laat ze iets hoger drukken. Want dan draai je nou gelijk je taille een beetje in. Slank gelijk weer een beetje af. Dus inderdaad, als je een beetje deze kant op wil staan, mag je van mij, want dat is één keer een beetje voor ons schieten. Laat gewoon puur even voor het vergelijken doen. En dan die erbij. Een beetje begin. Ja, nu kun je ook zeggen van, nou, draai een beetje je lichaam deze kant op. En laat voor lol je achter de schouders een klein tikkeltje zakken.
netjes kaderen. En als je iets meer met je schouder naar heen wil komen en draai je schouder of gezicht mee. En als ik nu kijk naar mijn foto, wordt het dus iets te licht om TTL schiet, dus ik heb hem iets donkerder. Dat is beter, laat ik hem even lokken zo. Precies mooi zo, kijk maar naar mij. En als je nou voor het mooie over je schouder op die kant op weg wil kijken. Oké, draai nog een keertje terug naar voren. Duw inderdaad je kont een beetje naar achter en leun een beetje lekker naar voren en een beetje kin omhoog. En je mag je elleboog iets meer naar achter trekken, precies. Kin nog iets meer omhoog. En als je nu een heel klein beetje schuin erin leunt. En als je nu... Ga staan, even op die kamer. Echt, ik ben zo blij als dit met meerdere mensen dat ik gewoon iemand kan laten doen om mijn camera te switchen. Betreft alle aanrakingen hier richting lichaam. Tip, handen op de buik bij vrouwen is standaard zwanger. En mijn mannen ziet er gewoon niet uit. Dus altijd dan iets meer naar zij. En als ze dan iets doen, dan wel eroverheen. Maar nooit te veel over het buikje. Want het buikje, dat is gewoon, kijk, me zwanger. Dus dat wil je met vrouwen nooit doen. Tenzij ze zwanger zijn natuurlijk. Maar anders... Niet. Wat je wel gewoon heel makkelijk doet, staat gewoon armen richting over elkaar heen. En als je iets bij het gezicht wil doen, doe nooit, maar doe altijd gently er tegenaan, aanraken, zacht, aaien, dat soort dingen. Heel sexy, Perry. Ja, echt gewoon. Volgens mij. Dus inderdaad, kijk naar mij toe. Als je dat je arm gewoon over elkaar heen leunt, zachtjes tegen je aan. En als je dan een heel klein beetje iets met je gezicht meedraait. En als je hand nog ietsjes verder naar buiten laat vallen. En dan kun je ook je lichaam nog een heel klein tikkeltje draaien. En je kan ze ook, je mag ze voor mij ook gewoon voorzichtig over elkaar heen. Als je armen over elkaar gaat, niet helemaal op doen, maar het gewoon zachtjes, is er helemaal niks mee aan de hand. Het is een beetje ja, de gentle zelfhulp, om het zo maar te zeggen. Klein tikkeltje kin omhoog. En als je nu alleen even met je gezicht richting het licht wil draaien, draai je lichaam al ietsjes mijn kant op. En dan alleen ogen naar mij toe. En dan zie je dat je al heel makkelijk snel dingen kan doen. Ik zie het dus ook in de chat wat voorbij komen. Feestje en mooie nagels. Nou. Jij of zij, Adriaan, heb jij het mooi? Dan ben je naar de... Oh nee, die mag toch niet. Naar de pedicure. Of de, nee, de pedicure. De, ja, manicure. Manicure, manicure. Ik voel me echt zo'n goede vrouw. Ik kom nog twijfel over naar manicure. Ja, pedicure is voor je voeten. Ja. Dat is voor staande pose kun je op die manier heel makkelijk snel werken. Dan gaan we naar iets richting een zittende pose toe. En dan even kijken wat zullen we pakken. Koekje, krukje, stoeltje. Krukje mee beginnen. Wil jij dit krukje? Ja. Ik ga voor jou wel even omhoog zetten. Yes. En dan ga ik ondertussen ook de biek, als jij even wil zitten... Dit hebben we heel slim bedacht voor mijn tweede kamer. Die kunnen ook gewoon dichterbij zetten en zo. Dat je het gewoon goed kunnen meekijken. Tenminste, dit vonden wij ons heel slim in dat we dit gedaan hebben. Oké. Ja. En dan ga ik zelf even een kistje pakken dat ik even voor kan doen. Bij zowel man als vrouw, als je zittende pose gaat doen, je wil nooit dit soort dingen halen. Kom, ik weet, er is wel een beroemde Bill, weet je president ook weer, Bill? Nee, Monica Lewinsky. Weet aan wie je het vraagt. Ja, weet aan wie het vraagt, precies. Jullie weten wie ik bedoel. Even kijken. Ik vind het moeilijk als je lang bent om staande een goede pose te vinden. Als model of als fotograaf, inderdaad, even de vraag. Clinton! Ja, oh, Billy! Ja. Billy. Hey, ik heb tenminste een excuus, ik ben nog blond. Ik ben donkerblond. Oké, close enough.
Dus inderdaad, Frits, gooi er even in van of je het te lang vindt. Of, want in principe gelden meestal de meeste poseerregels gelden eigenlijk altijd voor iemand. En ook als je iemand hebt die wat voller is. Kijk, als je maar zo... Pardon, ik moet echt geen frisdrank meer nemen, jongens. We gaan weer over op thee en koffie. En, je wil nooit je armen aftrokken. Maar als je een beetje lucht geeft. En een beetje een driehoeken geeft. Ach man, het wordt toch eens wat. Dan krijg je vanzelf meer ruimte. En dan lijkt iemand ook wat slanker. En kijk ook inderdaad van, als je met fotograferen bent. Als je wat meer van boven fotografeert. En soms zou je daar een klein trapje voor nodig hebben. Wordt het af en toe al wat slanker dan dat je het van onder. Want voor iemand dan... Denk maar aan de hoeken van een gebouw. Dan loopt het gewoon anders. Het loopt meer omhoog. Wordt iemand vervolgd. Maar meestal schiet de meeste mensen trouwens recht ervoor. En de meer arrogante mensen schiet ik iets lager. Dan lijkt het iets groter. En hele dikke mensen schiet ik meestal iets van boven. De ooglijn. Als model. Als model lang is. Dan mag jij antwoorden. Op het... Op staande pose voor lange modellen. Ik zou zeggen gebruik de lengte vooral. En als je als fotograaf niet de juiste lengte als het model hebt, maar wel de foto die je wil maken, gebruik een krukje of een trapje om te staan. Dan kan je eigenlijk alle kanten op. Ja. En ik ga één verzoek aan jou doen. Ja. Je hebt je labeltje aan die kant uithangen. Ook al. Nou, ik ben goed aangekleed vandaag. Had lang om niet. Maar inderdaad, even terug naar zittende poses. Ga nooit de recht van voor dit soort dingen staan nooit. Als je dan wil, dan kan je een zakje normale pose kunnen het iets nog iets uitbreiden, maar zo gaat het een beetje kantelen of benen ervoor wat. Maar je wil eigenlijk altijd gewoon, ja, je wil geen crutch shots hebben. Dat ziet er bij niemand mooi uit. Daarnaast, als iemand zit, zorg altijd dat de benen wat ongelijk zijn. En dan ga ik gelijk mijn camera van, dan kan ik het even voor doen. Dan zie je gelijk hoe het eruit ziet. En omdat ze nu gaan zitten is, moet ik ook mijn lamp even iets omlaag pakken. Zit je op de eerste camera? Ik moet... Yes. Yes. Inderdaad, ik deze kant. Dit wordt een beetje plomp shot, sorry dat ik het zeg. Maar het is niet het meest charmante shot, maar het is even een eerste voorbeeldshot. Als je nu alleen al de voet op het randje zet, je mag even, wat vind je handig? Vind je die stang fijner of... En als je nu een klein beetje lichaam die kant op draait en dan die voet omhoog zet, dus op de hoge stang zet. Ja. En als je dan ietsjes naar voren leunt met je elleboog op. Wil je een ander krukje hebben? Nee, dat gaat wel. Naar die kant dus leun een beetje deze kant op inderdaad. Dan zie je dat je een veel mooier beeld krijgt. En dan mag je die andere arm die je nu... daar beneden lager liggen, die raak ik nu kwijt, vind ik niet mooi. Als die er gewoon netjes overheen vouw. En dan kun je eens naar boven kijken. Naar het licht kijken, werkt altijd mooi. Als je een beetje variatie wil, kan je ook bijvoorbeeld een keer zeggen, maar nou weet je wat, ik heb nu dit. Maar ik kan hem ook een keertje horizontaal schieten, gewoon over, dus liggend. Kan ook een beetje die kant op. En nou, dus wat je nu kan, is dat je met grote handen wel wat groter krijgt. Dus als je dan zelf iets gestaan. Dan trek je alles weer een klein beetje in perspectief. En als je nu iets meer gewoon erheen leunt, dus inderdaad die omhoog trekken, die mag je er leg maar achterlangs inderdaad. En het is af en toe gewoon een beetje zoeken met elkaar wat werkt inderdaad. Als je nu voorzichtig... En hier pak, je mag het ook weer voorzichtig richting je gezicht doen. En een klein beetje kin naar voren en iets naar voren duw. En pas dat op als je mensen met handen op gezicht, als je naar de kant van het licht pakt, krijg je vaak heel snel schaduwen op het beeld, op het gezicht. En dat wil je doen, dan kun je gelijk wat voorbeeldshot zo schieten. Dit vind ik meestal iets minder charmant dan dat je de hand aan de andere kant hebt zitten. En dan ga ik even kijken wat ondertussen binnenkomt. Is ordinair zit... Arco, bedoelde jij de beginpozen of welk bedoel jij precies? Moet ik even, Deze denk ik met benen open. Ja, dat is inderdaad wat je niet wil hebben. En als je dan, eentje die trouwens altijd als ik met ballerina's werk maak, als jij deze kant op wil draaien met je lichaam, ja, en dan mag je inderdaad gewoon netjes opzitten, een beetje je voeten helemaal mooi naar beneden punten. Handen netjes over elkaar heen gevormd, die, en dan mag je met je gezicht helemaal...
eroverheen kijken. Ik heb ook full body. Als het lukt om je gezicht nog iets door te draaien, dan mag het. Ik weet niet hoe flexibel je bent. Het moet niet helemaal, weet je, ook die film de exorcist worden. Maar met ballerinas werkt deze pose altijd heel erg mooi. Ik ben geen ballerina trouwens. Nee, nou, het valt me even niet tegen. Dan moet je mijn ballerina lessen gaan gunnen. Dan wil ik terug. Dan wil je graag... Dus dat. Ik ga je ook even een stoel met een leuning geven. Hij is nu gewoon al, hij is nu die kant op, of iets op die kant. Ja, sorry, dit wordt een beetje een stijve jaar, de gouden eeuwpauze inderdaad, met gewoon. En ik kan vaak voor bepaalde fashion dingen af en toe best leuk werken, of een beetje arty, fine arty. En als je dan met je gezicht weer een beetje die kant op wegkijken. En als je nou de stoel nog ietsjes meer door wil draaien, stel we gaan iets... Wat Raagka zegt, oké, je bedoelt inderdaad de ordinaire plof. Ja, nee, dat wil je gewoon absoluut niet. Je mag iets meer met de klok meedraaien. Dus ruim. Andere. Precies, ja. En als je nu inderdaad gewoon een beetje tegen de leuning aan gaan leunen. Dus gooi inderdaad je elleboog op de leuning. Kijk maar naar mij. Daarmee kunnen we ook je net deed werkt aan het erg goed. Als je nog gezicht ietsjes mijn kant draait. Draai me. Kom ik om. Dus ga recht erop aan. En dan krijg je het ook weer richting deze kant. Dus die arm laat omhoog, ja. Nice cupping hand. Ik zou hem ietsjes zachter. Dit een beetje helemaal te veel erop. Dus je hem iets naar beneden daar doet. Zoals je nu doet. Oké. Dus ik ook. En als je wel wat meer sexy poses wil doen, kun je dat ook gewoon links, rechts van de rugleuning. Dat is een ding dat je een beetje de cabaret-achtige dingen laat doen. Even kijken, hoe laat zitten we trouwens? Even snel spieken. Okay. Ja, dan gaan we nu even door naar een aantal grondposities en daarna gaan wij wisselen. Of wil je het bankje ook nog... We een bankje grond kunnen redelijk samen doen. Ja, we zetten gewoon een bankje hier zo. Laten we gewoon zonder de poses lijken best op elkaar namelijk. Oké. Okay, als jij even wil zitten, dan ga ik ook even de tweede camera even aanpassen. Toch gewoon weer. Lekker bobbelen. Lekker, ja, sorry. Dit, kijk, het is natuurlijk heel fijn als je normaal gesproken een cameraman hebt om dit voor je te doen. Maar ja, die hebben we momenteel niet. Zo moet hij ook weer aardig scherp zijn. Dus ja, dan moeten we het zelf met z'n tweeën maar even improviklooien, om het zomaar te zeggen. Inventief voor top. Oké, top. Dankjewel, Peter. Inderdaad, als jullie vragen hebben, dat soort dingen, geef inderdaad gewoon lekker aan. En anders gaan wij gewoon lekker door met de Muppet Show. Ik kan natuurlijk verder vragen stellen, maar ik kan ook vragen van mij natuurlijk hebben. Want als model zijn natuurlijk ook best wel perspectieven. Perspectief. Oké, okay, als je gewoon... ik zit ook zelf in bed, makkelijk. Iets wat heel simpel werkt, als je dat gewoon mijn kant op wil zitten, gewoon benen naast elkaar. En dan mag je gewoon over elkaar heen. En als je nu, als je het redt, als je deze iets kan laten... zak inderdaad, en dan gewoon ietsjes. Kijk maar even wat voor jou gewoon plezant is. En ik zit hem één keer ietsjes meer full. Maar dit kun je ook gewoon vrij, maar ook goed werken als je iets dichterbij kropt. Je hoeft inderdaad niet alles helemaal full body te doen. Als je makkelijk snel variatie wil, draai ook gewoon een keer je camera. En ik ga het licht iets aanpassen, want we zitten anders. Hier staat de zak op statief. Nee, dan. Ja. Oké, en zou je het haar van deze arm, van deze schouder, eens naar achter willen gooien? Net een klein puntje mee. En als je het een klein beetje weer naar voren wil komen, leun me ervoor. En ja. En onthoud altijd hetgene wat het meest.
naar voren zit, dat wordt het grootst. En neem één ding van mij aan. Niemand wordt blij van geschoren oksels, of ook al zijn ze geschoren oksels, of ellebogen naar je toe gepunt. Zorg altijd dat die weggepunt zijn of afgedekt zijn. Als een model met arm hoog wil, doe dan niet maar doe dan er. Weet je, dan trek je dit achter, heb je geen oksel waar je in kijkt. Of is er geen elleboog waar je naar toe punt en geen oksel waar je in kijkt. Als je deze pose kijkt, denk ik van, nou, nu van voor vind ik hem niet zo. Maar als nu het model een heel klein beetje gewoon doordraait die kant op. Vind ik hem al beter worden. En als je, wat je ook weer bedacht, gewoon één been naar voren wil punten. Deze dan? Ja, is goed. En als je denkt van, hoezo van tevoren we dat bedacht, we hebben ook wel het lopen oefenen. Oké, en dan mag je ietsjes meer je voren, je schouder iets laten zakken. En dan gewoon een leuke glimlach geven. Ik zeg al, af en toe maak ik als handgeitje tegen modellen van, ja, doe maar net of je het leuk vindt. Ik mis inderdaad wel een beetje de gierende schommel bij jou vandaag. Ja, dat is, maar ik moet ook uitleggen en doen. Oké. Stel je hebt iemand op een bank liggen. Ik heb hier nu geen bank, maar ik heb wel een kruk hier wat perfect als bankleuning even kan gaan dienen. Dan mag jij hier er tegenaan leunen. En om het voor te doen, ik pak even mijn hele mooie IKEA stepstoel erbij. Even kijken welke camera zit ik, en dan kan ik even de maincamera. Dit krukje van IKEA kan echt wonderen doen als poseerkrukje. Volgens mij kost die 15 euro, geloof ik. Zorg dat je minimaal 1 of 2 in de studio hebt liggen. Deze heeft meegemaakt. Je kan hem ook met blanken. Dan kan je hem zelf eigen kleurtjes geven. Is echt een top ding om dingen op voor te doen. Dus die ook even aan mijn kant neerzetten. En gelijk vond ik van de vraag naar lange modellen. Je kan daar dus ook makkelijk iets op staan om iets hoger groot te nemen. Iets makkelijker voor als je model net iets langer is dan jij. Ah, ik zit op Bram. Even Even lezen, Bram, even als op reactie zetten. Dan kan ik daar even op meepraten. Ik zal jou weer even aanzetten dat jij ook weer in beeld bent. Qua model vind ik het mooi met de V-as. Als de V-as in zit, is nu net dat puntje. Ja, Bram, ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar we zitten nu inderdaad niet in de staarwerkklas, maar in de poseerklas. Dus, maar ik zag dat je net binnen weer gekomen, dus vandaar. Dus vandaar dat. Oké, dan gaan we door naar deze camera. Dan heb ik geen idee hoe ik zelf in beeld ben. Dus zie je mij hier tegenaan leunen. Oké, wat je eerst kan doen. En nou, voor mij is deze iets te hoog. Als je gewoon iets hier tegenaan kon leunen. En je mag inderdaad. Wees blij dat je dit niet in beeld ziet. Het ziet er niet uit namelijk. Maar gewoon dat voorzichtig een beetje tegenaan leunen. Schuif inderdaad je ene been over je andere been heen. Kijk naar mij toe. Je mag er tegenaan leunen. Dan ga ik hem op één keer staand. De compositie is nu niet top, jongens. Ik ga het alvast zeggen. Maar dan kun je ook zeggen van, nou, gooi die andere arm ook richting die kant. Mooi en charmant. En dan kun je ook zeggen van, nou, kijk nog een keertje naar links toe. En eventueel kun je ook zeggen van, nou, ik ga één arm iets omhoog leunen. Ja, en dan mag je die andere arm iets voorzichtig tegenaan zetten. Oh, Beetje kramp. Je bent er bijna, hè? Dat is, daarna mag je mij helemaal torturen. Oké, stel die andere arm ook weer erbij zou willen leggen. En dan kan je ook een klein beetje op die kant wegkijken. En je kan zelf gewoon zeggen van, nou, ik ga er helemaal iets meer overheen leunen die kant op. Dan zou ik voor het mooiste in mijn positie ook iets moeten veranderen deze kant. Kant op, gaat dat nu lukken? Moet ik even kijken. Wat mooi, smile like you mean it. En ik kan heel makkelijk invariëren met tegenaan leunen en dat soort dingen. Dat kan ik straks nog even meepakken. Ik zat er dus even te denken. Zijn er hier over de vrouwelijke poses voor nu nog een aantal vragen? Want anders gaan we even door naar wat mannelijke poses. En dan gaan we ook wat zittende aan tafel poses doen, bureau poses. En dat soort dingen.
Dus als er vragen over zijn, hoor ik nu graag. En dan gaan wij ondertussen even dit ombouwen. En als bouwt gewoon terug. Ik zie natuurlijk weer binnenkomen. Zijn er posts die jij niet doet? Die ik niet doe of die jij niet doet? Nee, die jij niet doet. Die krijg ik net binnen. Even denken. Eigenlijk niet echt. Ik meestal ook wat Ferry zei met bijvoorbeeld de Open Leg. Dat zijn ook posts die ik ook gewoon doe. Maar ik doe ook wat alternatievere shoots. En daar kan het wel tof zijn af en toe. Als het op een mooie manier vastgelegd is. Maar eigenlijk in feite... Ik doe eigenlijk van alles. En er komt altijd al wat moois uit. En soms niet. En dan is het leuk. Dus nee, eigenlijk niet. Ja, en ik moet zeggen, met pauzeren af en toe is ook gewoon een hoop dingen proberen en doen. Nog kijken wat steekt, zeg maar. En meestal als je gewoon met een veilige pauze begint, dat het altijd goed komt, dan heb je vertaal van model. En dan kan je het gewoon langzaam uitwerken. Heb je ook tips voor een extra onderkin? Nou, als je die wil hebben, duw, trek vooral je hoofd naar achter. Nee, de extra onderkin, dat is eigenlijk degene waar je me eigenlijk ook die aan het begin. Zorg vooral dat je naar het hoofd een beetje naar voren duwt. En eventueel kun je ook met lichtspel, als het licht wat meer naar boven komt en je vul hier wat minder uit qua licht, als hier wat schaduw valt, zie je hem ook wat minder. Van de rest kun je ook gewoon een handje er tegenaan duwen, ook als het wat minder strak is bij oude dames. Anders laat je me even zien. Wat? Je hebt de kinderen, acht kinderen. Ja, maar jij hebt niet echt een onderkin, dus dat valt iets minder op. Nee, dat ja. Ja, is echt. Dus dat zijn. Oh ja, en heel belangrijk. Als je twee wat gezettere mensen hebt en je wil inderdaad dat ze hun kin naar voren duwen, ga niet zeggen kinnen naar voren. Wat kan als verkeerd vallen? Zeg dan duw je hoofd een beetje naar voren toe. Belangrijk tip. Dus ik hoop dat ik daar je vraag even mee beantwoord heb, GC. Zit een leuke pose in voor studio met laag plafond? Ja, nee, je hebt absoluut geen hoog plafond nodig. En ook, ja, dat is even een licht technisch ding. Heel vaak zie ik ook inderdaad van mensen met een laag plafond. Dat als ze nou gaan belichten, dat dan die schaduwen die kant op beginnen. Anders dan de lamp niet hoog kunnen doen. Als je dan de lamp niet hoog kunt doen, zet dan gewoon dat je model neer op een krukje. Dat ze makkelijk kunnen gaan zitten. Zet je lamp wat hoger en doe het daar gewoon mee. Je gaat proberen niet dat die schaduwen, dat je een beetje, ja, ik noem dat af en toe Adams Family verlichting. Omdat het echt recht van zij komt. Meestal is dat gewoon niet zo heel erg charmant. Dus dat, even kijken. Ik heb nog een leuke bank te koop. Op de grond zitten is ook niet alles. Dat klopt, Adriaan. Wij hebben hier ook een... Hoe lag je? Hoe lag de bank gisteren? De bank, die lag eigenlijk best wel lekker. Ja. Ja, we hebben in de andere ruimte van de studio, de viewing room, daar hebben we echt een knijter van zo'n leren grote IKEA-bank. Daar pas ik zeg maar twee keer op en heb ik nog een beetje ruimte over. Dus... Ja, dan kan je echt gewoon met z'n tweeën op gaan liggen, dat je geen ruzie met elkaar hebt. En de anderhalve meter natuurlijk waarderen. Precies. Dus we hebben daar een hele mooie bank daarvoor. Alleen die staat niet in deze ruimte, maar die staat in de andere ruimte. En anders gebruik ik altijd, als ik in de studio 34 ben, graag Michiel Spornobankje. Voor degene die in 34 komen, er is één bankje. Dat heb ik echt van Michiel mag die nooit wegdoen van mij. Dat is echt zo'n beetje zo'n oud roze voor Loes, weet je, zo'n klassiek. Oh, geweldig. Echt, ja, die vind ik echt helemaal geweldig. Dat is maar niemand het pornobankje. Adriaan, top. Oké, ik zie een vraag. Dan gaan we de grote wissel doen. Dan ga ik voor jou ook even de andere microfoon aanzetten. Dus hopen we dat het ook al een keer goed gaat. Als jij hier komt staan. En dan nu even een heel belangrijke vraag aan jullie. Horen jullie draagkaart nu goed? Want we hebben maar één minder microfoon. Dus ik heb nu hier deze microfoon die hier. Wil je net zien? Ploep, die zit aan. Ja, nou, ik hoop dat jullie kunnen verstaan. Laat het even weten in de comments. Zodat ik weet of ik misschien nog iets harder moet praten. Of dat we misschien nog even iets anders moeten zetten. Maar dat is wel handig voor ons te weten. Want als je mij niet verstaat, wordt het een beetje lastig. Dus laat het weten. Ik zie een top van Adriaan. Maar volgens mij is het nog op reactie van Ferry van net. Dat denk ik ook. Dus dat als je heel snel een duim omhoog wil geven, dan zit er inderdaad ongeveer een halve minuut vertraging tussen. Wil je even zeggen, als zij goed nu te verstaan is, dan zijn wij helemaal blij. Is oké, prima geluid. Ik ben net met een mannelijke poses, een beetje hol. Een beetje hol, ja, het klopt inderdaad, het is een beetje hol. Maar dat, als dat niet te ernstig is voor jullie, dan... Dan gaan we naar voren. En een mannelijke poses die komen. Nu is mijn beurt. Moet ik alvast even rekken strek, jongens, Nederland in beweging. Dat is mee ontspannen en al je sneeuw moet je losgooien. Ja. God. Het helpt wel te ontspannen. Ja, dat...
Staande poses. Staande poses. Wil jij hem omhoog doen? Ik wil hem omhoog doen. Ja, moeten we die even om? Zal ik die even doen? Ja. Ga ik hem even samen voor jou? Dan kan je even aanpassen als scherpte. Nou, als suggesties zijn voor leuke mannelijke poses om Teddy in te plaatsen, laat het maar gewoon weten wat ik doe. Echt, waar ben ik aan begonnen? Ja, dat is de vraag. Ik vind het wel leuk. Kom maar op. Ik ben iets groter, dus als ik hem zo neerzet, dan zou hij goed moeten zijn. Dan gaan we dat omzetten naar een andere camera. En dan... Zou ik niet te veel in de weg, toch? Nee. Top. En ik denk dat jij Samantha bent van achter om naar te kijken dan dat van mij. Taai onder de wolken. Oké, even kijken. Lucht staat goed, dus jullie kunnen me horen. Top. Kun je nog alles even met soepele bewegingen, hoor. Frits, dat kan jij toch? Heerlijk. Nou, laten we eens even kijken. Hey, ja. Ik ga je zachte poos geven. Jij bent het zijn. Je mag met je heup en je hele lijf iets meer richting het licht draaien. Precies. Ik hoef niet eens te zeggen waar je voet moet neerzetten. Ah, ik moet dus maar de zoutzak. De zoutzak, ja. Sta maar omhoog. Schouders een beetje naar achter. Draai met je hele lichaam een beetje richting het licht toe. Ik wil je bijna een vrouwelijke pose gaan geven meteen, maar dat ga ik niet doen. Je mag rustig richting de camera kijken. En even die aanpassen. Het is wel handig als ik hem op je ogen zet. Stap je naar achter, dan is dat chop ik zijn handen eraf. En dan hebben we de eerste foto die wel al een beetje fel licht is. Oké, moet hem even corrigeren. Ja, moet ik je helpen of niet? Even kijken, Ik moet naar. Q-knopje. Ja. Dan naar TTL en dan min 1, denk ik, of anderhalf. Ja, je mag me even helpen. Oh, die daar. Ja. Top, dank je. Andere camera. Ik ben kennend gewend. Dat is maar niks. Ik heb echt heel snel een spoedcursus moeten geven net voor de avond. Nou, lach maar. Ik vond het wel leuk. Ik vind het niet leuk, lach. Nee. Nee. Dat is jammer, want deze is best wel schattig. Is hij best wel schattig? Je lacht er niet wel heel lief. Ja, nee, dat is inderdaad niet eens. Oh ja, tips. Moeten we het over de handen vertellen? Ga je dat doen? Ga ik het doen? Kan ik het doen? Ik dacht van eerst naar de foto, kijk wat het licht is en die zit goed. En ook gelijk een subtiele tip, als je model hebt die een beetje ongemakkelijk is, raak gewoon een klets en maak je een random opmerking en dan komt zo'n lachje vanzelf een beetje naar voren. Je mag je handen voorzichtig op elkaar heen leggen, alsof je in een serieus gesprek komt, dan zit je met je vrouw. En dan mag je met je gezicht en je hele lichaam iets naar het licht draaien. Je rechter schouder nog ietsjes omlaag, je linker ietsjes omlaag. Links, rechts, welke links, welke rechts? Deze kant bij jou, mag iets omlaag. De andere kant ietsjes terug. Ja. En dan met je hoofd nog iets meer, ja, richting het licht. Mag je ogen naar mij. En ik ga je gewoon aanslaan. Nou, bijvoorbeeld zo'n kleine opmerking. Ik kan gelijk al een hele switch in zijn uitdrukking maken. Je ziet hier gelijk al dat een klein glimlach tevoorschijn komt. Dus neem die tip lekker mee. Als je gemakkelijk bent met je mobiel, in ieder geval. Je mag recht naar voren komen staan. Gemakkelijk op de benen onder je heupen staan. Laat je arm naar zakken. En dan mag je je linkerhand met je duim in je bot doen. En je andere hand mag je nou lekker laten hangen. Dan mag je je kin iets naar voren zetten. Ik zal een stapje erachter. Hier mag je met je gezicht ietsjes naar het licht doen. Keer een klein tikje omhoog. Met je ogen weer erbij. Zo jammer dat ik al 6 weken in de kapper ben kunnen gaan als ik een topfoto had. Nou, het valt best wel mee. Nou. Het lijkt best wel goed te doen. Ja. Gelijk even tip over handen. Probeer zo min mogelijk echt handen helemaal zo in. Dat je alleen maar van die kruisjes hier overhaal. Doe dan altijd nog of in een zak. Duim erin of 1 hand. En pas ook inderdaad op voor het voetbalmuurtje shot. Komt ie? Ja, u is dat goed, hè? Een voetbalmuurtje, dat zijn meestal niet zo naar handen. Dat, of anders pak je een eentje, doe je eentje hier, eentje daar. Dat je bijvoorbeeld dit boek er maar bij pak. Knuisjes wil je ook niet hebben. Oh, en als je wel helpt met een baard, is het ook nog eens leuk van, ik kan een beetje in de baard, heb je gelijk je hand in je gezicht. Steve Jobs shot. Ja, precies. Wordt er wel natuurlijk er ook van. Ik heb het leuk mee spelen. Ook met een man zonder baard trouwens.
Ruimertje legt hem ietsjes hoor. Dan Maag ligt op. En dan mag je gezicht naar mij. Kin ietsjes naar voren. En dan mag je gezicht ietsjes die kant op kant. Trouwens, als iemand wil weten waar de Steve Jobs pose vandaan komt, dat is tegenwoordig bekend als de Steve Jobs foto. Hoe heeft Albert Watson, dat was de fotograaf, hem zo gekregen? Niet door te zeggen, nou ga zus en zo staan, maar meer van, je moet de boardroom overtuigen en ze snappen je niet. En bedenk dat, dat je denkt van, hoe denk je nou, hoe ga je dan, hoe spreek je dan, hoe spreek je dan met een onmunt overtuigd dat dat plan wat jij hebt, dat je dat toch wil doen, terwijl ze niet snappen. En dan krijg je zo'n moeilijke beslissing, daar komt die pose vandaan. Niet van, ga arm over elkaar heen, dat en dat, nee, gewoon. Ja, dat is inderdaad ook goed, die zag ik ook. Perry, je hebt een bril op. Ja. En er zit reflectie in je bril. Dus ik moet het licht iets aanpassen in de reflectie uit je bril. Ja, of licht aanpassen, of... Of je gezicht inderdaad iets lager, volgens mij. Als ik even het modellampje aanzet. Dan kijk je als superster model. Dan kan je zien hoe je valt namelijk. Ja, dan valt het net boven je... Net tussen je oog en je brilglas in. Of je brilrand. Dan is het best wel licht iets hoger te zetten. Om het eruit te krijgen. Als ik mijn hoofd ga bewegen, wanneer valt hij weg? Wanneer is hij er weer? Als je gezicht naar beneden gaat, valt het lampje weg. Okay, dan mag je een klein stukje omhoog. Hak het nog gelijk. Yes. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb voor mensen met bril echt gewoon de meest rampzalige glazen die je maar wil hebben. Dus bij sommige mensen kan je het gewoon niet voorkomen. Dan moet je gewoon kijken van, kijk bijvoorbeeld, soms heb je echt hele reflecterende montuur. Ja, daar ontkom je het gewoon niet. Maar zorg er wel gewoon dat je gewoon dingen het mooiste in je montuur valt. Oh, ik heb nog een tip van Sylvia. Langs de achterkant van de pootjes iets omhoog. Dan ben je klaar. Nee. Zou ik niet doen. En het heeft te maken met hoe de brilglazen geslepen zijn. Ik heb een enorme cilinder erin zitten. Dus als mijn brilglazen niet meer goed vallen. Ik heb al enorme vertekening. Ga ik helemaal een rare vertekening doen. Plus ik kan op dat moment niet meer goed zien. Want mijn glazen moet raar staan. Dan ga ik heel raar kijken als je dat met mij gaat doen. Dus dat pas gewoon het lamp aan of een klein tikkeltje omhoog. Maar ga niet met brilglazen. Want het of het A ziet eruit of een bril van mijn neus af gaat vallen. Het voelt bij mij onprettig. En ik ga er raar van kijken. En je gaat er raar hoeken van krijgen door vertekeningen in mijn brilglazen. Dus dat kan lang niet altijd. Nou, ik krijg ook een compliment van Marcel Wiegerink. Mooi initiatief. Nou, top. Marcel, we doen het iedere week. Dus spread the word, zou ik zeggen. Deel de link. En lieve mij abonneren als je het ook ideaal vindt. Zo, even commercieel een blokje ertussen. Oké, ik ga nog 2-3 poses aan de pose doen. Ja, en dan gaan we een zitpose doen en een stoelzitpose en een we kunnen ons wel een kistje zitten of ja, een krukje of in een tafelzitpose kunnen we zo nog even doen. Ja, want man op de grond zitten is nou niet altijd het meest charmante. Kan je met hoeken spelen, maar ik stem er dan in. even kijken, want ik zie nu wel inderdaad een lichtje in je bril. Je moet met je gezicht iets meer naar het licht doen. En als je een klein tikje omlaag doet, heb ik hem nog steeds. Ja, je gaat bij mij niet om te wegkrijgen. Dus het is gewoon, wat is het beste wat je kan krijgen? Nou, dit is wat we hebben, jongens. Dan gaan we nu doen. Dus zolang ik niet volop alles uitblaast, wil ik een good job. Dan mag je met je hele lichaam of van het licht wegdraaien. Ja, een heel klein tikje nog doordraaien. Klein stukje terug. Iets weer. Dan mag je met je gezicht naar mij toe kijken. En dan mag je rechterarm net op je heup zetten. Linkerarm, sorry. Kijk, hier ga je dus al de fout mee in. Links en rechts, snap je model niet? Want mijn links is niet zijn links. En zij deed haar rechterarm die kant op. Dus denk ik van, nou, dan moet ik die arm die kant op. Ja, maar dat is precies dus andere arm. Dus dan doe je net de arm die dichter bij mij is. Zeg, wil je die in mijn heup of is dit misschien beter om hier te houden? Ja, doe maar in je zak. Iets minder vrouwelijk, iets mannelijker. Ja. Dan willen we wel vergaan, denk ik. Ga ik ze even een stapje achteruit. Ja, dan ga ik een opmerking maken. Ik zie dat jouw blouseje aan de voorkant ietsjes over je broek in komt. Die mag je even in je broek stoppen. Ja, dat heeft te maken dat ik een microfoontje heb. Niet de microfoon eruit trekken. Dus ik heb al zo net mogelijk het snoertje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien op beeld, maar ik heb ongeveer 4 maanden boekriemrand. Heb ik hem hier al tussendoor getrokken. En hier loopt hij dan weer langs. Dan loopt hij zo op naar mijn zender die hier zit.
Ja, zal ik gelijk de tip meegeven? Ik ga een opmerking maken naar Ferry toe. Niet elk model is daarvan gediend. Dus vraag van tevoren wat je model ervan vindt. Ik weet al dat Ferry het geen compleet vindt, gelukkig. Dus ik ga zeggen, hou je buik nog een beetje in. En zelfs bij mannen mag de borst een beetje naar voren. Zoiets? Iets minder. Dan mag je met je licht nog iets verder doorruimen van het licht vandaan. Doe maar naar het licht toe. Zo! Ja, die is. Oké! Okay. Dat is de wereld van TTL, jongens. Maak hem één keer in hand, zet hem even voor Manuel, dan pakt hij hem weer. Zeg jij Manuel? Ja. Omhoog was het 5-6. Even kijken hoe de pose was. Als ik hem maak, mag je arm die nu in je broekzak zit, met elleboog iets naar het licht toe draaien. En je andere arm zit inderdaad goed. Mag je je gezicht nog ietsje naar het licht draaien als dat je lukt. Met je ogen naar mij. Dan mag je heel veel kijken. Je kan het een beetje. Yes. Dat voor de spierpijn vanavond, jongens. Hé, het was mijn deur deze. Ja, dat is nou ja. Ja, mijn fysicist werkt vaak aan het werken en we hebben gezegd van als je geen spierpijn de volgende dag hebt, dan heb je niet goed gemodeld. Nee. Dus ook, ja, ik heb ook altijd spierpijn na het shoot. Dan heb je een goede shoot achter de rug. Corine, ik hoop dat je kijkt. Je hebt een klusje vanavond. Ik zet de lotion maar vast klaar. Ik denk dat het tijd is om naar een zittende pauze. Zit in de pauze. Krukje? Ja, even kijken hoor. Ik zie de verschillen. Aan de bar gaat ook niet helaas. Aan de bar, oeh. Dat is spannend. Dit ziet er heel charmant uit. Laten we die andere camera even pakken. Dus iets minder. Dat is zelfs wat meer flatterend voor mij weer. Geen beuk, maar heup. Model iets in zijn haar of hand geven. In zijn haar of hand geven. Ik moet je die modelletje in zijn haar geven. Ja, het kan werken. Ja, zou ik alleen geen Dr. Pepper blikje doen? Want ik denk niet dat je het wel gaat krijgen voor de reclame. Oh, de fuck was cola. Ik wou zeggen, cola had je inderdaad ook. Zal even turnen. Ken je die reclame nog? Of zijn we opeens een generatie? Met dingen in hand geven, tip. Zorg A dat dingen zijn die wel natuurlijk bij die persoon past. Ik heb het even ter voorbeeld. Een biertje. Ik heb hier gitaars. En vaak met workshops heb ik hem. Dan geven ze ieder model geven ze een gitaar. En jij speelt geen gitaar, hè? Nee. Oké, als ik hier haar nu de gitaar vastgeef. En ze gaat hem vastpakken. Dan zie je al een beetje. Het is geen gitarist. De gitarist pakt dat gitaar. En je ziet ze allemaal veel meer. Of die kant op. Je ziet heel snel ook in de handenpoos. Als dat niet klopt. En dan ga ik even. Ik zit aan de verkeerde camera te kijken. Als dit dus niet klopt. Maar heel erg onwerkt. Dan kan je iets in de handen geven. Pas wel iets van wat klopt. Want een gitarist van die zal altijd. En dan met ieder iets. Als er daar iemand kijkt. En denkt van. Hé, dat klopt niet. Dat valt gewoon heel erg op. Als het ongemakkelijk is. Dus zorg wel dat iets is wat bij de persoon past. Wat voor? Met een wijnglas. Ik ben zelf geen wijndrinker. En dan is het best wel een uitdaging om te zorgen dat wijnglas het juist in je vasthoudt. Dat je weet hoe het zit en hoe je bij je mond brengt. En als je iemand hebt die vaker wijn drinkt, zou het zeker werken dat het zo. Adriaan? Ja, bijvoorbeeld. Adriaan, als je een wijndrinker valt, zit, bel Adriaan. Of voor wat hij de fles mee mag nemen als je klaar is. Ik ben gewoon een cocktail, want daar ben ik altijd comfortabel mee. Oké, zitpauzes. Yes. Zo, Bill Clinton. Daar pak ik ook gelijk een trucje voor. Want dat vind ik zelf ook wel iets gemakkelijker om te steunen. Ik ben best wel een luidlach als fotografeer. Ik hou ervan om gewoon te zitten. Ja, nog een tip met zitten. Wij fotografen, we zijn net mensen. We hebben namelijk hier al iets in onze rug lopen. Dat heet het de ruggenwervel. En daar hebben we er maar eentje van. De mensen ook schijnt. En als je de hele dag zo staat. Dat is niet zo goed. Dus ga gewoon lekker zitten en wees zuinig op je lichaam. Wij zijn er in dit moment heel goed voor. Ja. Maar kun je het anders zetten? Want ik heb graag een standbeen. Waar ik een beetje kan leunen. Dat is ook wel fijn als je geen statief hebt. Zet je elleboog op je knie. Dan zorg dat je camera stabiel staat. Beweegt hij niet. Heb je geen rare onscherpe foto's tussendoor. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik hoop dat ze het vandaag nog een keer kunnen verstaan. Want ik ga de camera toe. Maar de microfoon zit daar.
voor mannelijk poseren zittend. Zullen we beginnen met eerst gewoon even draaien, een klein beetje draaien. Het is nou verschil of je nou dit doet of dit, maakt niet zo heel erg veel uit. Maar dit voorkomt net de crutch shot. Nou ja, kom een beetje crutch shot, dan kunnen ze gelijk het verschil zien. Bill Clinton, jongens. Ik ga dit even naar achteren. Show me the love. Love is coming, dear. Love is coming. Nou, dan heb ik eerst lekker de crutch shot. Ik zie wel de naast aan de wacht. Ah, kijk eens naar hetzelfde poster, maar ik draai nu alleen een klein stukje. Dat is al een heel verschil. En dan kan ik hem ook nog eens een keer deze kant op maken. Ik heb persoonlijk het idee dat dat het beste gaat zijn. En dan kan ik een keer die kant op kijken. Ja, lopen hoor. Ja. Ik hoef hem niet eens aan te steken. Ja, sorry, ik begin al te pauzeren. Ja, sorry, dit is een post die ik ken van... Dat klinkt, als je nog de aflevering weet van mijn helden, wat mijn voorbeelden, dat soort dingen. Weet je ook weer... Clint Eastwood, geschoten door Martin Schuller. Niks anders dan dit. Dan ga ik je ineens aansturen. Ja, je mag hem weer aansturen. Voor degenen die ook vaak vrouwen schieten, vrouwelijke poses bij mannen zijn niet altijd dat je denkt ja. Dus we gaan ook niet de vrouwelijke poses pakken. Ik ben trouwens echt compleet uit beeld, want ik ben. Okay. Ik moet zeggen, er is net een vraag binnengekomen volgens mij. Kijk, kan het niet van deze afstand lezen, namelijk. Zeg, van Brandendal, handen gaat vaak werken als het model er niet bewust mee bezig is. En dagelijks leven weten we ook niet hoe wij onze handen moeten gebruiken. Ja en nee. Ik weet niet of jij dat weet. Bij vrouwen stuur ik op handen meestal iets meer aan. Als je dan bijvoorbeeld zegt van ballet hands, weet je wat, weet de vrouw gelijk. Maar bij mannen kunnen dat niet meer, gewoon zacht. En als je dan niet gaat duwen en gewoon dat soort dingen. Bij mannen stuur ik ook niet zo heel erg op aan. Ik heb ook gemerkt bij mannen dat als je de handen aan gaat sturen, dat het heel erg gestileerd wordt en heel erg krampachtig. En dat wil je ook niet. Bij vrouwen gaat het beter dan met mannen, is mijn ook idee. Ja. Maar je moet ook niet te overgaan. Weet je, het is inderdaad gewoon. Er zijn af en toe, ja, ik weet wat bij de fotoclubs gebeurt, want er zitten meestal af en toe wel een paar van de haartjes. Die kunnen echt helemaal gaan mierenneuken over hoe een hand staat. Ik ben er makkelijker in. Nou, dat gaat heel moeilijk zijn, want ik zie precies tussen de knoopjes in dat je rug iets overvalt. Die mag je voor mij eens corrigeren. Mag je met je hele lichaam iets naar het lichaam draaien? Mijn hele lichaam? Ja, mijn hele lichaam. Dan mag je op je linkerarm, mag je elleboog een beetje knie zetten. En dan mag je... Ferry. Ja? Zandzak. Opnieuw. Goed zo. Kijk. Soms moet je ook je model even aansturen dat hij gewoon een zoutzak moet zijn. Zodat hij ze kan aansturen. Dan is die geen model, die heeft nog zo'n modellenpose. Mag je je rechtsbeen ervoor zetten? Ja. Ja, zeg het weer rechts en links. Ja, nou ja, dat op zich. Ja, wat weet ik ze doen? Ik zou die doen, maar ik zou deze mogen laten komen. Ja, dit zit voor mij. Nu zit wat ik nu merk als persoon. Nu moet ik heel erg mijn balans zoeken. Omdat ik te ver naar voren zit. Dit is net of ik wil gaan duiken, terwijl als ik nu mijn been hier neerzet. En ik kan zo bepaald iets draaien. Dit vind ik is voor mij relaxter dan dat ik zo moet gaan zitten. Dan zou ik gelijk voor info geven. Ik ga nu op de grond op mijn knieën zitten. Ik ben al getrouwd, hè? Ja, ach, shit. Nou, ik ga ook. Nee, ik ben persoonlijk bij mannen als we krukjes zitten op een wat stoerdere pose. Dus we hebben het been omhoog, dus andere been omlaag, een beetje leunen. Dan de stoelpose nog beneden. Even een tof iets. Ik kan hem even. Volgens mij zit jij nu. Nee, dan zit jij ook niet in beeld. Sorry, ik ga even in beeld over, maar dat. Sorry. Je mag iets aan het licht draaien. Ik heb je niks aan het opgeven. Ik weet dat de kop niet helemaal goed is, want ik draag dat een stuk van naast het uit. Mag je met je ogen en je gezicht iets meer naar mij te komen. Maar nu een stukje nog. Ja, en mag je je gezin iets omlaag doen. Een heel klein stukje. Ik weet niet of je het al kunnen zien. Lang leef het beeld af en toe in pauze schiet. Ja, nu kunnen ze het zien.
Er zit al een heel verschil tussen zijn gezicht ietsjes naar beneden of zijn gezicht iets omhoog. Ik ga dezelfde pose laten monteren, maar dan wordt je gezicht iets meer omhoog. Doe maar nog een klein tikje. Ook niet heel erg hoor. Of is het beter dat ik nu gewoon omhoog kijk? Mag je richting licht kijken? Zo of zo? Doe maar met je hand om je kin, een beetje aan je baard zitten. Zodat je heel heftig gaat nadenken, best ook wat je van eten naast. Ja, dat moet ik gaan bepalen, jongens. Nu heb je wel heel veel licht in je bril zitten. Maar je ziet waarschijnlijk in het beeld al dat als ik een navraag mocht echt na te denken over wat het eten vanavond, dat er ook echt wel een beetje dat soort blik komt. Dat soort kleine dingen kunnen helpen. Even denken wat een andere zin in de pose van was. Wat eventueel goed is om te laten zien. Kunnen we nog een keer die andere kant zoiets doen? Ja. Zoals jullie weten, ik ben model en geen fotograaf. Ik heb mijn fotografie opgepakt, dus het is voor mij ook echt nog even zoeken hoe of wat. En volgens mij kan ik ook als man zijn en dat gewoon zo doen. Ja. Ik zie je. Ik denk dat het wel mooi is voor deze pose. Ik zou bijna zeggen, verder lachen alsof je een meisje van 6 bent. Kijk, die staat. Misschien een beetje overdreven, maar het maakt wel de onderboot gelijk een oprechte glimlach. Ik ben toch wel nieuwsgierig, en ik zit te kijken of jullie misschien ook zijn, ook mijn vader Boze, been omhoog en een nee van Gerrit. Wat hè? Gerrit zegt nee. Kan je toelichten waarop je nee zegt, Gerrit? En lachen blijft voor mij een probleem. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik doe dit nu al 4-5 jaar en ik heb van het afgelopen jaar ook echt lachen geleerd als model zijnde. Een van de tips die ik geef, ik net ook een beetje verder al deed, is maak een leuke opmerking tussen die helemaal nergens op slaat of probeer je model een beetje te laten ontspannen. Vaak komt er dan een onderwerp naar boven die een beetje enthousiasme wekt of die wat model zelf heel vrolijk voor wordt. En dan kan je tussendoor een shot maken als je oprecht een glimlach naar voren komt. Ja. Heel vaak zeg ik ook gewoon, doe maar net of je het leuk vindt. Dan geef jij al als fotograaf van ja, ik weet dat jij het eigenlijk helemaal niks vindt. En mensen zeggen, doe maar net als je het leuk vindt. Dan is het, oh ja, en dan dat laatst vaak ook los en dan kan je doen wat je wil. Dat is diep. En als je naar mijn portfolio kijkt, dan mag je het aantal lachende mensen gaan tellen tegenover het aantal niet lachende mensen. Ik vind ook niet dat je altijd per se helemaal Colgate smile erop hoeft te gaan. Dat kan ook een heel... Of nou... Klein dit, maar er zijn ook gewoon mensen die moet je gewoon niet eens laten lachen, want het ziet er gewoon niet uit. Sorry ik het zeg. Maar er zijn gewoon mensen die gewoon beter uit niet lachen. Nou ja, je ziet het vaak als je mensen die bijvoorbeeld ietsjes voller zijn, dat is mijn idee in ieder geval. Als die heel breed uit gaan lachen, dan nog wel eens de volheid van het gezicht extra benadrukken. Dat is niet altijd wat je wil. Ik zie nog een paar dingen binnenkomen. Dus volgens mij. Dat was de vraag op beeld. Dat was van Gerrit en dat was er niet. Maar okay. Als het goed is, weer wel. Ik ben heel benieuwd. Gaan we naar het bureau toe? Ik wil toch een grondfoto proberen. Een grond? Ja. Oh, ik zit dus nog een lang verhaal binnenkomen. Want een lach is iets moeilijks. Daar heb je een interactie voor nodig. Een lach bestaat niet alleen maar uit een lachmoed. Ik noem het een selfie lach. Maar ook de ogen worden klein. Ja, precies. Daar zie je ook wat Ferry al eerder zei als fotograaf. Zie je daar het verschil tussen een geposeerde lach en een oprecht lach. Ja, wat dat betreft dat is ook wel een stuk vaak van hou scherp. Weet je, het is vaak lachen, dan kan je de overdreven lach krijgen. En daarna krijg je meestal de ontspannen lach. En als je daar heel veel over wil leren, kijk een keer eens in een tutorial bijvoorbeeld van Peter Hurley. Die is echt heel erg bezig van, ja, shebang. Kunnen misschien wel van. Maar die is heel veel, is een hele overdreven reactie. En dan krijg je zeg maar de flow die daarna komt. En dat is dan meestal het shot. Het is er 5 of 5. Hm? Ja. We zijn over tijd. We zijn over tijd. Och. Vinden jullie het heel erg? Nou, vorige week is ook een half uurtje uitgelopen, dus ik gok het niet. Dus, Je kunt ook nog wel eens een lach en grijns doen. Ja. Ik trek ondertussen mijn microfoon leeg. Oh, sorry hoor. Maar ik moest even mijn ding goed trekken en trok mijn microfoon los. Ja. Even kijken, wat is de mening? Vaak opmerkingen, je mag eens lachen op de foto. Kan ook.
Maar inderdaad, ik vind daar een beetje, in het komt uit van het Joods, van noemen ze een shtick. Opmerken maken, dat soort dingen, dat kan je eigenlijk niet leren. Je kan wel een opmerking van iemand anders over gaan nemen, dat werkt meestal niet. Je kan opeens heel hard schmink gaan roepen en dat soort dingen. Vind je eigen ding waarmee je mensen... Oh ja, en daar had het van de week inderdaad over. Iets wat je niet moet doen, wat ik verschrikkelijk vind. Als je dan... Sorry, dan gaan we even omdraaien. Weet je wat gaat komen of niet? Ik ben er een beetje bang voor. Maar je hebt het foto van... Oh ja, you're such a cool girl, ah ja, oeh, ja, smile, ja, good girl, good girl. Dat zeg je tegen een hond, niet tegen een model. Je bent een model. Geen hond. En the good girl, dat doet je vriendje op je knieën als je thuis zit helemaal gedaan hebt. Maar niet je het gaat, niet als het gaat. Don't do it. Zeg gewoon, ja, mooie pauze, mooie blik, ga een beetje vast. Top, ziet er goed uit. Prima opmerkingen, maar ga geen good girl en yes, yes, yes doen. Dan krijg je wel hele rare dingen. Ik mag gaan zitten, jongens. Even kijken, ik heb mijn zender hier. Gaat dat lukken? Ja, maar moet ook die kamer even naar beneden brengen. God. Kijk, sexy. Nou, precies dat soort opmerkingen gewoon niet doen. Of van die opmerking van kijk naar mij, alsof je naar je vriendje kijkt. Dat werkt niet. Echt gewoon niet. Ja. Mocht je nu uitzoomen en zeggen, het wordt voor mij te laat. Je kan alles nog terugkijken. De link blijft hetzelfde. En voordat je weggaat, geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. Dat is niet leuk ook, dat is dan wel fijn. En delen, hè? Oké, dus gaan wij weer verder. Ik zit al helemaal in het hebben, moet je. Ah, ja. In welke contract zit jouw zender? Mijn contract zit hier, of mijn zender zit hier op mijn rug een beetje. Dan kan ik jou dat been, inderdaad. Die mag je omhoog zetten met je voet op de vloer. Oh, jongens. En dan mag je met je hele lichaam een beetje naar het lichtvoet draaien. Zoiets? Ja, dan kijk ik of je goed staat. Wat je met een pose zoals deze ook ziet. Is dat zijn knie net over zijn edele delen heen gaat. Waardoor je dus gelijk die crutchfoto eigenlijk uitbalanceert. Ik weet het niet, dat wordt. Ja, je dekt het af. Dat. Zoals sommige fotografen heel erg van bedekt naakt houden. Kan je dit ook zien. Even wat dichtbij zitten, dan zie je waarschijnlijk wel een beetje. Ja. Ik weet niet of het licht goed staat, maar dan komen ze zo van achter. Ik heb zelfs geen spiegel in je bril. Huh? Ja, perfecte licht. En knipper uit, cliffhanger voor de volgende aflevering. Ja, alleen komen. Daar zijn we. Je mag deze arm, die mag je op je been laten hangen. Dan mag je een klein beetje met je pols richting je knie. Omdat je hem echt een beetje naar de buurt hebt. Pols richting. Ja. Zoiets. Yes. Parkbankhankje, handje. Ja, het parkbankhankje. Gewoon maar neerleggen en laten hangen. Dat mag je met je andere arm ook doen, maar die mag je een beetje naar binnen laten hangen. Dus je elleboog op je knie. Ja, precies. Top, kijk. Er is een model dat hij denkt dat hij is. Ik heb van de week al die pauze zitten oefenen. Heel hard op de slag geweest. Nou, dat vind ik het nog knap dat je weet welke pauze ik je aan ging doen. Je mag met je gezicht naar het licht toe draaien. Met je gezicht iets omhoog. En dan mag je met je ogen naar mij kijken. Pas altijd op en ook met mensen met brillen dat met links-rechts kijken. Zorg niet dat je dan gaat bewegen. Dat je dan zeg maar niet de bril dwars door het oog heen laat gaan. Nee, want dan sta je eigenlijk je ogen af. Het ziet er ook niet uit. Ik weet eigenlijk niet of je deze wel hebt. Maar volgens mij, nee, dat is wel goed. Dat lukt. En kijk, hebben we nog opmerkingen? Lekker weer, Terry. Wie? Van Adriaan. Ja, goed dat ik het weet, Adriaan. Je weet je de volgende keer, hè? Je mag ook voor mij van de les komen, hoor. Dan ga ik het zelf aan doen. Oké, okay, dan gaan we. En warm-up was ook niet verkeerd voor Terry. Eerst een grondpose. Die was al heel erg subtiel. Bedankt, wie? Even kijken. Ik ga je... een beetje vrouwelijke pose geven, die gewoon mannelijk maken. Bijna, heel mooi. Je mag één been strekken en één been in een hoek omhoog zetten. Dan mag je je arm inderdaad met je elleboog op de knie zetten.
De hand die nu bij je schoenen ligt, die mag je niet tussen je benen in. Want dan bescherm je ene benen en dat ziet er niet uit. Dus pas daarmee op dat je niet een hand op de ene benen legt. Want dat is meer zo'n shot van, oh, ik moet even beschermen wat er zit. Dat wil je niet. Als ik gewoon zo eens doe? Ja, zou ik inderdaad je hand wel laten zakken? En deze dan zakken? Ja, zo is het. Even dichterbij. Merk ik al, dat ze misschien ook zien, dat ik op de schoen net een beetje afgekropt heb. Maar net niet op een mooie manier. Dus ik ga een klein stukje naar achteren en er wel mee. Dan wordt hij raar, dan neemt ze de andere delen af. Net wat Ferry ook zei, wees dan niet bang om ook dichterbij te zitten. En dat helemaal te kroppen, dat je echt een heel portretje krijgt. Dan heb ik wel aan beide zijn arm moeten erop staan. Dan mag je met gezicht iets naar het licht. Iets meer, dan tik je. Ik heb ietsje een tikje omhoog. En dan krijg je die portretstand al wat meer een rustiger beeld. Maar als ik nu van deze hoek kijk, lijkt wel hele grote armen te krijgen. Dan kan ik even zeggen van wat meer omhoog of iets gaan draaien, dat je inderdaad iets minder... Ja, nou, dat zal ik ook nog goed leren. Inderdaad, hoe dichter bij de camera is het groot object wordt. Dus ik ga zijn armen laten wisselen. Je mag je andere benen omhoog. Voel ik je doen een warming nu. Dan mag je de hand waar je nu mee vast hebt, die niet op je been ligt, mag je op je been leggen. En dan met je hand een beetje richting je knie, dat nou je hand nog zie. Deze of die? Of... Degene die je hakt tussen je benen. Deze? Nee, zo eigenlijk. Wel. Zo, oké. Okay. Ja. Af en toe is dat gewoon heel lastig met me aan te sturen hoor. Dat... Sorry. En dan mag je kin allemaal omhoog. Nog een tikje. Nee, alleen omhoog, Perry. Niet klikken, niet je nek naar voren steken, alleen een klein tikje. Mag je mij aankijken? Laten we nog iets dichterbij komen weer. Het is nog net anderhalve meter, denk ik. Ja. Ja, perfect. Als het geen anderhalve meter is, dan is het gewoon vertekening van de lens. Daar doen we het voor. Zullen we even naar bureauposes? Ja, moet je... Oh nee, wacht. Ik wou zeggen, moet je helpen, maar... Dat... Dan gaan we een keer langs in de studio van FH. Goed zien. En krijgt de arm nu al door al dat licht niet te veel aandacht? Ja, maar het is een kwestie van een vignetje erover en je bent er vanaf. Is goed. Oh ja, over deze planken krijg ik regelmatig vragen over. Ze komen gewoon bij een houthandel vandaan. Gewoon stijgraad planken, wel even geschuurd. En ik heb de ene kant blank gelaten en de andere kant is dan nu een soort mahonieachtig kleurtje. Misschien moet ik iets afschuren en een ander kleurtje geven. Ik kijk meestal een beetje naar de achtergrond wat ik doe. Het is namelijk heel erg groot verschillende effecten of je nou de lichte planken hebt of donkere planken. Maar deze achtergrond zou ik zeggen, doe de donkere planken. Over zitten met bureau. Altijd handig als je een stoeltje hebt wat hoger lager kan. Dus als ik nu ga zitten, dan kan het wel. Dus nu op schouders past wel. Maar als ik zo ga zitten, dan krijg ik best wel weer wat buiten. Dus ik kan hem beter iets laten zakken. Maar dit zou bijvoorbeeld heel erg goed kunnen. En dan ga ik even de tweede camera aanpassen, dat is weer goed. Ik kan net vragen, ik kan niet opvallen als een aandoening die omvalt. En dat zou ook nog zijn. Heb ik gezien dat je het kan zien? Ja, als ik even kan focussen, dan... Ja, dat zou goed moeten zijn. Dan gaan we camera nummer 3 toe. Dan gaan wij weer switchen. Yes. En dan moet ook het licht nog even neerzetten. Je
als je nu afvraagt, wat doen ze nou als je net zo één opstaand randje hebt, dan ziet dat net lelijk uit als een opstaand randje. En dat wil je niet, dus nu moet hij voor camera's het goed zijn, helemaal netjes wegvallen. Ja, sorry, ik zet hem even netjes uit de puzzel. Ja, zo klopt hij weg. Hebben we nog vragen inmiddels of niet? Of, Kijk, dus ook kan de naamwerking denken, top. Maar ik wel dat als je met een middeltekst het niet altijd ziet, dat zie je dat je wat toepassen moet. Wat? Als je model meekijkt met je foto's selecteren, dat ze niet altijd zien dat je een biljet gaat plaatsen naar haar hand. Wat ik heel vaak doe, zodra ik de eerste foto gemaakt heb, doe ik meestal vast een klein vignetje eroverheen zetten. En dan met binnen importeren staat, komt automatisch doorkopiëren, zit het er gelijk overheen, dan heb je dat al doen. En wat ik ook wel doe, is dat als ze meekijken, gewoon gelijk eerst selecteren. En op het moment dat je het model gaat laten zien, als ze nog niet helemaal direct mee kunnen kijken, dan alleen de geselecteerde foto's laten zien. Ik moet zeggen, aan de andere kant, de meeste mensen letten er meestal niet op. Nee, ik heb het ook gemerkt. Ik heb sommige foto's van tevoren gezien dat ze het nog niet nabewerkt hadden. Dat ik dacht van, nou, dan moet hier wat van worden. En uiteindelijk kreeg ik foto's die er nog bewerkt waren. Ik dacht van, oh, maar dit is wel echt super gaaf gedaan. Soms weet je gewoon nog niet hoe je op een foto wil bewerken. Dus wees ook niet bang je model te zeggen, let niet precies op de kleur bijvoorbeeld. Want ook met Wittenland zijn we een beetje spelen na bewerking. Laat je model gewoon mee, het gaat om een foto, het gaat om een foto, het gaat om lichting, naamwerking, dat komt erna. Ja. En laat het Ferry zei, je kan altijd even een klein kristetje erop droppen. En dat je vast een beetje een idee geeft, dit wordt er ongeveer, maar het moet nog even 10 keer bewerken. Vaak is je model er ook echt moeilijk over. Nee. En dat meeste, als je amateurs, dat zijn amateurs gewoon consumentenklanten, laten zo zeggen, zakelijke klanten hebt. Mensen die eigenlijk geen model zijn, die kijken, die zijn zo geobsedeerd naar hoe sta ik zelf op de foto, dat ze dat nog helemaal niet eens opvalt. En als je hem dan nabewerkt hebt en afgeleverd hebt, dan is het meestal goed. Dan is het denk ik tijd voor tafelportretten. Tafelportretten. Oeh. Ik denk dat jij de vraag is een volgende te zetten. Klein stukje. Met jouw kant op, of? Ja. Ja, dan zou ik wel de bovenblad iets meer terugzetten. Ja. Mag je met je lichaam iets meer overheen komen? Ja, dit gaat alleen voor mij nu niet. Dus nu zou ik mijn krukje even iets moeten laten zakken. Ja. Kijk daarvan naar je model. Ziet het er net niet oké uit? Pas het aan, pas het trucje, pas het tafel aan. Kijk wat je kan. En zorg dat je foto dan die doet. Ja. Nou, gaan we eens even kijken of die hier niet op wil komen. Oké. Ja, soms valt hij even in slaap als je er lang niets mee doet. Dus dan moet hij even wakker worden. Ik heb het gemerkt inderdaad. Even kijken. Ik ga gewoon een foto maken. Kijken hoe de richting is. Hij is wel een beetje hard, dus ik ga het even opzetten. Die zit middel. Dat is handig als je een fotograaf op van model zit. Die weet het goed. En naast het testje, nou, die is een stuk beter. Top. Dan ga ik hem aansturen. Je mag er ietsjes overheen komen. En dan mag je met je bovenrecht ietsjes naar het licht toe draaien. Neem je schouders maar mee. Ja, en dan mag je arm die het dichtst bij mij is, mag je over je andere arm heen leggen op tafel. Ja. Voorzichtig met de camera. Je arm hier leggen en de andere overheen. Ja, hou maar daar. Dan mag je inderdaad mij aankijken, want je kin een klein tikje omhoog. Nou, als je het over tikjes omhoog en omlaag hebt, af en toe kan het gewoon handig zijn om met je hoofd, met je hand een beetje van, ja, bedoel, tikje of tikje. Ik heb wel eens ook het gevoel van dat voor mijn vrienden fotograaf moet modellen. En dan zeg je, wil je dan een klein stapje naar links doen? En dan ga ik ook echt een heel minuscuul stapje naar links. En dan zeg je, oh, jij bent fotograaf. Dan als je bij mij zegt, een klein stapje. Normaal gesproken als iemand zegt van, nou, doe een stapje naar links. Dan is gelijk, woef. Vliegen ze naar links, zeg nu een klein stapje, dan doen ze een normaal stapje. Alleen als ik klein, mijn klein stapje vraag, dan krijg ik ook echt een heel klein stapje. Even kijken.
Dat is makkelijk. Dan mag je één van de twee armen ietsjes uitstrekken. Kijk wat je natuurlijk voelt. Dan mag je met je hoofd mag je hem iets rechtop gaan leggen. Ja, precies. Dus laat de schouders iets lager. Met het hoofd iets meer richting het licht. Ja, ik kan iets omhoog. Dan mag je weer ietsjes omlaag brengen. Dan mag je mij aankijken. Met je hoofd nog steeds naar het licht. Ja, dan ga ik het nog doen, mag je nog verder naar beneden met je gezicht. Dus met je kin iets meer naar binnen en je hoofd iets meer naar voren. Huh? Dus je kin iets naar binnen en je hoofd iets meer naar voren, zodat je een beetje voor over aan het buigen bent. Dan mag je door je bril naar mij toe kijken. Hij ziet er heel erg uit. Dus ook meer het voorbeeld, chat, als je hoger staat. Oh, wacht even, even één keer op mijn... Ja, het is af en toe leuk, zo'n laptop die gaat af en toe na verloop van tijd even in slaap. Dan. Wat je krijgt als je dit wat hoger staat en je laat het model met z'n tegen naar beneden gaan, krijg je en bij mannen vaak een beetje een creepy gevoel, maar je ziet ook dat er heel erg veel schuim beneden de wenkbrauw komt, waardoor je dus inderdaad eigenlijk een hele creepy gevoel krijgt, en dat wil je niet. Dus zorg ervoor dat je oog altijd een beetje op de hoogte van het licht zit. Heb je nog aanvullingen? Aanvullen. Nou, als je zo klaar bent, dan ga ik nog een dingetje aanvullen, maar dat komt zo. Ja, goed. Ik kan nog reacties zijn. Wilt weg, wilt terug. Dankjewel. Ja. Als je naar allebei je handen zo doet, met z'n oog. Nou, dit is een ideaal voorbeeld voor wat je dus niet moet doen. Zelfs bij mannen niet. Gewoon heel erg leunen in je gezicht. Dus doe het zelf boos maar. Maar dan... Dus dat je de arm aan deze kant op tafel legt. En inderdaad je gezicht een beetje aanraakt en het in je hand legt. Niet op leunt. Had jij je hand tegen je gezicht aanleggen? Ja, dat. In plaats van. In plaats van dat. ik vind inderdaad de hand bij je baard mooi. Je mag mij ietsjes naar het licht toe draaien. Kan je heel rustig terug doen? Ja, daar. En dan mag je je gezicht ietsjes naar het licht toe. Dan mag je ook naar het licht kijken. Het is voor mij nu absoluut niet dat ik denk van hoe moet ik met deze hand. Het is gewoon kijken van hoe gaat het mij natuurlijk lekker. Je moet ook een beetje lekker in de hand liggen en niet altijd ongemakkelijk zijn. Zit bij de beelden ook nog in het groot? Oh ja, dat kan. Als jij even op één druk. Dan zie je hem even in het groot. En als je dan op links-rechts drukt, dan krijgen ze allemaal even. Dan kan je even door erheen wippen. Wip er gewoon even niet snel heen. Dit zijn al zes ontzettende foto's. Zo we bij de taalportret houden. Dit is het voor wat net zei. Dit moet je niet doen. Het gezet mijn bel te veel omlaag. En ook hier, zorg er niet voor dat je in je handen aan het leunen bent. Leg hem tegen je gezicht aan. Krijg je een mooi natuurlijk beeld. Dus maak het de laatste. Ja. Ja, als je dan weer op 3 druk. Dan zijn we er weer. Ja. Ik heb nog een reactie. Met je handen in het haar zitten. Ja! Bij vrouwen gaat het meestal makkelijker. Ze zeggen van nou, leun erdoor of strijken er helemaal op in, niet te veel, want dan ben je uren bezig een valtje op al die haartjes weer recht te trekken. Ik snap het wel, je mag met je gezicht naar het licht. Oh ja, wacht. Oeh, oeh, ja. Oeh. Met je schouders iets meer naar beneden, met je rechtop zitten. En dan mag je met de hand aan deze kant, mag je door je haar heen strelen. Ja, dan krijgen we een your birthday. Deze van het heel chill of eat your heart out. Zoiets? Je... Ik sta dan in er bijna nog zoiets van maken. Dan ga ik hem nog eens aan taal pakken. Even aanpassen. Als bij een man zijn, dan kan je bijna zelfs nog gewoon.
aanpassen. Zoiets? Ik weet niet of het eruit ziet doen, maar... We zetten wat meer emotionele portretten tussen, dat gevoel. Het zijn een beetje die portretten, hoe ik me voel in deze hele quarantaine situatie. Ik wil jullie me wel een beetje kunnen snappen daarin. Ja, precies, die laatste. Hoe ga je om met een lange baard? Hoe ga je om met een lange baard? Ja, dat is een leuke. Of scheren. Of eerst even wax erin. En dan van die mooie krulletjes erin maken. Ik denk dat daar moet Adriaan voor hebben. Ja, Adriaan of Frits. Jij hebt het terug met de baard? Frits, de fisherman, hè? Oh, nice. Nou ja. Maar dan kan ik ook elkaar zitten doen. Dat het, ja. Ik zou zeggen, mijn vriend heeft ook een beetje lange baard. Maar wat ik nee, dat is niet met Frits. Ja, dat is niet zo. Niet zo van amateurs. Dus dit is ook... Zoiets? Hij is wel het goede. Hij is wel het goede. Meestal zeggen, gaan we gewoon een beetje door je baard heen, houden we een beetje vast, alsof het echt een ding op zich is. Dus hoe werkt het? Tip, we zitten nu gewoon streven om de tafel, maar ik kan ook... Heel vaak goed werken. Oh, zit er daar de... Een beetje schuin draai. En dat je in plaats van zo gaat zitten, dat je gewoon er zo tegenaan leunt. Dit kan ook een wat actiever beeld inderdaad worden als je dit... Dan zit je wel net te hoog, dat ik het randje in je knie zie. En ik vind dat een beetje stoer in beeld. Dus als ik nu eronder onderstop. Goed zo. Zou je zo nog een keer goed aan het opvolgen van de velen? Nou, speciaal voor vandaag. hoe ga je onder van een baard en handen? Dan ook misschien nog eens twee soortjes maken. Wil je één hand helemaal open naar het licht toe zetten? Een beetje langs je zitten, dat echt de handpalm naar het licht toe staat. Het voelt wel heel ongekronkel of te houden. Mag hem zelf nog iets verder draaien? Want... Als je deze shot ziet, dan mag je hem ook met de hand weer naar het licht toe. En deze shot, dan ga ik even dan het stukje met één hebben. Ja. Dit is de hand een beetje dicht naar de licht toe. En dit is met de hand naar het licht toe, met de handpalm. Naar de handpalm hangt veel van licht. Het zorgt echt dat het aandachtspunt erop komt liggen, in ieder geval naar mijn inzien. Dat vind ik veel minder mooi, dat maakt het beeld onrustig. Dus zorg ervoor dat de handpalm niet te veel licht vangt, door het iets mee te draaien. Dan wordt het voor mij wat natuurlijker. Alsjeblieft, vul aan, want... Vul aan! Maar volgens mij hebben we het meeste wel gehad van mij. Want hoe laat leven we inmiddels, jongens? Het is half zes. Het is half zes. Zo. Ik denk dat het tijd is voor afsluiten. Voorheen deden we dit toen we begonnen, was het maximaal nu. Nee, ja, ik denk ook richting even richting afslagen gaan sluiten voor vandaag. En anders gaan we nog een keer vervolgdingen hierop doen, als jullie het leuk vinden tenminste. Dan kunnen we misschien wat verschillende bodytypes gaan doen, inderdaad. Dus Frits, als je binnenkort in de buurt bent. Zal ik mij switchen naar de andere kant? Ja, we kunnen switchen naar de andere kamer. Als je alle zo, dan kom ik gewoon even naast jou zitten. Dan gaan we nog één keer. Maar als je nog vragen hebt, nu nog, gooi het nog even snel in de chat. Dit is mooi. Bedankt. Gaan we zitten? Mam, zit je ook al op mijn microfoon? Als het goed is, dan kan ik die even. Opzetten. Ja, zijn er nog vragen? Zitten wij terwijl we naar als kippen naar het onder zitten te kijken naar het scherm? Even kijken hoor. Frits, bedankt voor de info links. Nee, geen vragen. Dank jullie wel voor de info. Nou, dan gaan we gewoon lekker afronden. Dan hoop ik dat jullie het een leuke aflevering vonden. Als je een leuke aflevering vond, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog hier beneden. Ben je nog geen lid van mijn kanaal? Naar die camera praten. Word dan alsjeblieft abonnee van mijn kanaal. Vergeet niet op de belknop te drukken, dat je weet wanneer de volgende nieuwe video uitkomt. Lijkt me ook het vaker doe. Vaak en de wereld draait door. Of een autokje afleest, maar doe ik ook niet. Nee, dus inderdaad, dankjewel dat je gekeken hebt. Druk op het duimpje omhoog hier beneden. Als je vragen hebt, als je terugkijkt, stel ze ook gewoon onderin. Dan kan ik ze wat later beantwoorden. Volgende week zijn er waarschijnlijk weer week nog niet helemaal zeker. Want ik heb ook nog een klus staan die dag. Nee.
Maar ik gok dat wel. Kom, dan moet ik even met mijn klant overleggen wat de tijden worden. En anders gaan staan we één weekje over. Maar ik gok dat de volgende week gewoon weer zijn. Mocht u vragen hebben voor onderwerpen die ik graag volgende week laat, laat ze ook beneden in de comments weten. En anders gooi ik alweer een postje op Instagram met de vraag van wat willen we ook weer volgende week gaan doen, als we afgelopen week gedaan hebben. En dan zijn er volgens mij, heb jij nog toevoegingen? Nee, ik denk het niet. Misschien nog leuk voor mij, ik ben ook lerende in fotografie. Dus als je denkt van, hey, ik heb nog een tip voor je, of ik heb misschien juist een vraag voor je als model zijnde, laat het ook alsjeblieft weten via Ferry, dan hoor ik het vanzelf wel. En ik heb ook een Facebookpage. Check het uit, Draka Janeka. Daar kan je eigenlijk alles op vinden. Dus... En op Instagram. En mocht mij niet op Instagram volgen, voor me ook Instagram. @verreknaarfotografie. En dan zien wij jullie waarschijnlijk volgende week weer. Anders de week erop. Ik zeg allemaal een hele fijn weekend gewenst. Aju. Doei doei. Zeg ik, Adriaan.